Wij zijn altijd op zoek naar mensen met bijzondere verhalen, mooie hobby's, mensen die iets kunnen wat anderen niet kunnen. Zo iemand is Roelof Dekker in Dedemstaat. Hij gaat ons vertellen wat hij kan, wat ik in ieder geval niet kan en u waarschijnlijk ook niet. Laten we maar eens kijken naar Roelof er is. Gisteren, 28 februari, afscheid genomen van je werkzame leven, kan ik zeggen, hè, van het onderwijs. Ja. Dus je eerste dag als ik ben nu vrij man. De eerste dag als gepensioneerde. Gepensioneerde, nou ja. Maar goed, het is wel een raar gevoel. Want 43 jaar altijd voor de klas gestaan. Ja. En dan zo ineens van, jongens, ik wist het, natuurlijk weet je dat. Maar zo ineens van, nou, het is nu afgelopen. Vanochtend je werd wakker. En... Vanochtend werd wakker, vannacht slecht geslapen. Door al de emoties van gisteren. Want we hebben een voortreffelijke dag gehad. Ja, mooie dag. Ja, schitterend. Je afscheid, hè, gisteren? Afscheid gisteren, dat was van 's morgens 10 tot 's avonds 10. We werden opgehaald van huis. Oké. Eerst verwend door de kinderen met een mooi cadeau van een horloge. Zo. En toen opgehaald. Nou, de rode loper lag uit en alle leerlingen die stonden in een lange straat als daar opgesteld in school. En we liepen er met z'n tweeën en de kinderen en de kleinkinderen. En die kleinkinderen, was allemaal leuk, die kregen allemaal een mooi mandje. En dan konden de leerlingen, hadden allemaal cadeautjes meegenomen. En deden ze alles in. En even voor onze kijkers, over welke school hebben we? We hebben het over Kamel College Salland, afdeling praktijkonderwijs. Aha. En, maar je bent nu met pensioen. Ja. Nou had je, want dat was de aanleiding natuurlijk, voor dit filmpje, voor al jouw collega's een heel speciaal cadeau gemaakt. Ja, ik heb voor al mijn collega's, heb ik een cartoon gemaakt met kenmerken, met een kenmerk van die collega. Bijvoorbeeld, er is iets gebeurd in zijn leven, of heeft een sport, of een hobby. Of een gekke gebeurtenis in school. En ik heb dus een cartoon gemaakt van die collega met die gekke gebeurtenissen erin verwerkt. En jouw specialiteit, kwaliteit kan ik zeggen, is tekenen. Ja. Jij kan ontzettend goed tekenen, altijd ook gedaan. Ik heb als klein jochie van de jaren 6, 7 ben ik al begonnen met tekenen. Ja, en inmiddels ben ik 64, dus... Het hele leven lang als een rode draad het tekenen. Ja, altijd het tekenen. Ja. En daar wil je uiteindelijk nog wel in verder. Oh ja, daar wil ik. Ik ga mijn vrije tijd wel invullen. Ja. Maar onder andere door uitbreiden van tekenen. Ja, en wat zie je dan voor je als je daar aan denkt? Wat zou je dan willen? Ik zie het voor me van iemand die werkt bij een bedrijf, neemt afscheid. Een jubileum of een familiegebeurtenis. En je wilt een ander een mooi cadeautje geven, een blijvend aandenken. Dan is het leuk om een cartoon te hebben. Een gelijkenis van die persoon op een humoristische manier. En daar wat leuke anekdotes omheen tekenen. Zodat je één compleet geheel krijgt. Gewoon één beeld. Eén beeld van die persoon met een gelijkenis. Met kenmerken van die persoon, ja. Zodat die persoon zichzelf herkent met een glimlach in die tekening. En nou heb je die tekeningen aangeboden, ja. Hè, gisteren. Ja. Hoe is daarop gereageerd? Aan het eind van de dag, ik zei, jongens, ik heb het allerlaatste woord. Voorheen, ik vertelde wat en toen liet ik de cartoon zien. Dus ze wisten al wie het was. Ja. Dan konden ze wel raden, een beetje uit mijn verhaal eromheen. Nou, ze hebben ervan genoten. Ja, hebben ze... Ze hebben ervan genoten. Oh, oké. Okay. Zij vonden het zelf schitterend. Ja. Ook de reacties die ik heb ontvangen. Dan mevrouw kan me beamen. Ja. Dat was... Het was een succes. Het was een succes. Nou, geweldig. Ja. En, want even terugkomt op dat tekenen. Ja, hoe ben je daar ingerold?
jaren geleden zat ik een keer op een cursus. En dat was een cursus handvaardigheid in Meppel. En zo was ik aan. Ik had een opdracht en ik was klaar met die opdracht. Ik pak een papiertje en ik was aan het tekenen, aan het krabbelen op papier. Toen kwam die man naar die leerkracht naar me toe en zei: Roelof, teken jij wel vaker? Ik zei: ja, natuurlijk. Ik zei: regelmatig. Hij zei: doe je wel eens wat? Ben je wel eens wat iets met tekenen, een boek illustreren? Ik zei: een boek illustreren? Ja, zegt hij. Ik illustreer namelijk een boek en ik stop ermee. En die auteur die zoekt dus nog een nieuwe illustrator. Ja. Ik denk, ja, dat is het. Dat is nou net wat ik altijd al graag wou. Ik zie, ja. Nou, hij heeft me even in contact gebracht met die persoon. De heer Bootsma in Wolvenga. Ik ben hem altijd eeuwig dankbaar. En die man die heeft dus de allereerste opdracht. Was een boek voor bouwtechniek, voor LTS toen nog. Nee. En de eerste opdracht, en ik zie hem nog zo voor me, die heb ik gemaakt, een hele weekend aan tekenen geweest. Moest ik één stripje maken voor het boek. Ik stuurde hem op en die man die vond het zo geweldig. Hij zei: daar gaan we mee verder. Nou, en sindsdien is het eigenlijk van kwaad tot erger geworden. Eigenlijk, maar allemaal wel een beetje in een soort strip. Ja, in een soort vorm? In een soort stripvorm. En ja, ik heb toen later, dan kom je in contact met, dus er was een auteursgroep, er zaten nog meer mensen in. En dan van het een komt het ander. Het was weer connecties met de KNVB, want die was weer in zijn vrije tijd scheidsrechter. En dan moest er een boek worden gemaakt voor scheidsrechters. En hadden ze ook een illustrator voor nodig. En toen vroegen ze mij ook van: Roelof, wil je dat doen? En je had natuurlijk alle verstand van voetbal. Ik had helemaal geen bal verstand van voetbal. Helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Ik heb er nog niet veel verstand van. Maar dat zei ik ook tegen die mensen. Er waren beroepsscheidsrechters. En toen zei ik ook van: nou, jongens, ik vind voetbal helemaal niks. Ik snap er niks van. Ik zei: en ik vind er niet veel aan. Die moeten we net hebben. Nou. Want die kijken met een frisse blik kijk je naar voetbal. Nou, en aan de hand daarvan hebben wij een boek geschreven voor het veldvoetbal, voor het zaalvoetbal en nog een paar boeken. En die moesten allemaal voorzien worden van illustraties. Ja. Nou, en om de paar maanden had je weer een vergadering in Zeist met die hele club. Liet je de tekeningen zien, wat ze ervan vonden. Het viel blijkbaar altijd in goede aarde. Ja. Want ik heb het een paar jaar lang gedaan. Geweldig. Doe je nu niet meer? Nee, doe ik nou niet meer. Nee. Maar dan komt er weer wat anders op je pad. Nou. Dat andere, ik denk dat we dat eigenlijk allemaal wel kennen. Dan nou, is de campagne goed geregeld. Ja, mensen kennen me van de campagne goed geregeld. Dat is namelijk voor scholen. Dat zijn posters voor gedragsposters. Om op een positieve manier te kijken naar je eigen gedrag. Wat je vooral, wat je niet mag doen, maar wat je vooral wel mag doen. En dat gaat dan over scholen, hè? Dat gaat over scholen, over basisscholen. Ook scholen voor het praktijkonderwijs. En die zijn toen destijds uitgegeven, aanvankelijk door Gerrits en Leffers. Samen met mij. En later heb ik het overgenomen met mijn dochter. Dat is niet waar. Oh ja. Dit was onderdeel van de campagne? Dat was een onderdeel van de campagne. Deze posters zijn op dit formaat, op een groter formaat en op een kleiner formaat. Maar dit was dus de aanleiding van de goed geregeld. Oh, okay. Kijk, van elkaar afblijven. Kunnen we zeggen, jongens, je mag niet aan elkaar komen? Nou, dat begint als een geintje. Nou, je kunt de tekst lezen. Ja? Ja. En ik heb in die tekening heb ik steeds dezelfde personen gebruikt. Dit jongetje, die, dat is een vervelende pestkop, die? Ja. Ja. Dit jongetje met die getinte huidskleur, die probeert het steeds weer goed te maken. En hij is eigenlijk degene die, ja, die ook van goede wil is. En ja, eigenlijk op 25% van de scholen hingen de posters. In heel Nederland. In heel Nederland. Je bent er niet rijk van geworden. We zijn er niet rijk van geworden.
En we hebben het er goed mee gehad. Maar het, we hebben er veel plezier aan gehad. We hebben een paar keer op de NOTS gestaan in Utrecht. Wat is de NOTS? De Nederlandse, de onderwijs tentoonstelling. Oké. Okay. En dat was, we hebben er twee keer gestaan. Nou, we hebben er verschrikkelijk veel plezier gehad. Ja. Alleen al de reacties van de mensen. En nou, dat was, ja, dat was het eigenlijk. Ja. En trouwens, ik ben ook nog, ik heb jaren geleden heb ik ook tekening gemaakt voor de toren. Stonden er de torenmannetje, was bij heel veel mensen wel bekend. Elke week stond er een kleine tekening van een gebeurtenis van de afgelopen week. En dat zet ik dan in de toren. Okay. Heb ik jarenlang gedaan. Oh ja? Ja, je hebt natuurlijk zoveel gedaan, maar heb je dat tekenen, hè? Want dat heb je dan in de vingers. Ja, heb je dat van huis uit meegekregen? Dat zal wel. Maar kon je vader of je moeder? Nee, of, nee, echt niet. Echt niet. Dat zal wel. Maar je weet het niet. Het zit gewoon ook met mijn broers of zussen, nee, niemand. En ja, de een die heeft wat talent voor voetballen. En die gaat het uitbreiden door training. Nou. En ik heb al talent voor tekenen. En toen heb ik als kind zijn er een keer een cursus voor gevolgd. Tekenen voor kinderen. En als klein jongen van een jaar of acht, daar heb ik wel veel aan gehad. Ja. En mijn ouders ondersteunen dat, die vonden het ook prachtig. En verder, je bent ook gediplomeerd, of heb je een kunstacademie gevolgd? Ja, hoe moet ik dat zien? Dat is een verhaal. Nou, ik heb een kunst. Ik heb de, toen werkte ik in, als leerkracht, beginnend leerkracht, 43 jaar geleden in Hoge Zand. Toen dacht ik van, weet je wat ik doe? Ik ga de opleiding volgen voor LO tekenen. Maar het was net in de manier, in de tijd van de jaren 70, ja, god wat neemt weg. In de jaren 70, en er was van, nou, als het maar expressief is. Ja. Ja, als je maar bezig bent met emotie en voor je lichaam in de strijd en dergelijke. Nou, en toen moest ik eens een keer een opdracht maken. En ik vergeet het niet meer. En ik was erbij bezig en ik had een heel palet. Ik had een palet voor me. En ik was aan het schilderen. Ik had de ezel met het boek. En ik was serieus aan het werk. En zo dus komt die leerkracht naar me toe. En ik kijk en ik kijk. Leuke compositie, leuke kleur, leuke kleuren, ziet er allemaal fantastisch uit. Fantastisch, wat een gave. En waar keek hij naar? Naar het palet in plaats van aan het proeven. Oké. Okay. Ik denk, man, je stopt er gelijk mee. Dus toen ben ik op die manier er gewoon mee gekapt. Kan je daar zelf ook je eigen emoties in kwijt in het tekenen? Nou, ik kan er wel heel veel. Ja, ik. Emoties in kwijt. Ik kan er wel heel veel rust in vinden. Oké. Okay. Dus ik vind het prachtig om een tekening te maken. En daar ben je dan mee bezig. Had ik ook met die cartoons van die leerkrachten. Dan heb ik er hier voor me liggen. Dan ben ik er helemaal klaar mee. Ze mogen ze bij 's nachts gewoon wakker maken. Dat vind ik prachtig. Dat meen ik serieus. Het zal niet te hard op zijn. Nee, maar dat vind ik prachtig. Wat gaan ze het een keer doen? Dat vind ik prachtig. En toen was ik daar mee bezig. En dan ligt zo'n tekening, ligt er dan de 1 of 2 dagen. En dan kijk ik ernaar en dan denk ik van, het is hem niet. Of een paar dingen van, ja, het is wat scheef. Of de kleurencombinatie staat me niet aan. Dan bedenk ik mij niet. Oh, ik verscheur de hele troep. Hup, de bak in. Want dan kun je niet denken van, ik moet nog wat veranderen. Want dan kun je niks veranderen, dan moet je alles veranderen. Ja. Dus begin met het frisse moed opnieuw. Oh ja, echt? Ja, dat vind ik mooi. En oh, oké. Okay. Dus je bent wel een geduldig mens. Dan ben ik heel geduldig. Ik ben vaak heel druk, maar dan ben ik heel geduldig. Alle tijden. Ja, oké. Okay. En nou heb je 24 tekeningen, hè, die cartoons voor je collega's gemaakt. Ja. Hoe lang ben je daarmee bezig? Hoe lang ben je gemiddeld bezig met zo'n... Nou, ik was eerst aan het denken van, wat moet ik voor die mensen geven? Of wat moet ik ze geven als herinnering aan mij? Kijk, fysiek ben je niet meer aanwezig, maar ik ben wel in gedachten aanwezig blijven. En wat kunnen ze nou, wat kan ik er nou geven? Nou, ik kan wel wat vertellen over hun. Maar dan denk ik, ja, alles wat ik vertel, ik heb eens geleerd op een cursus, dan blijft maar 4% hangen. Dus als ik een verhaal vertel, van 100 woorden blijven er 96 verdwijnen. Ja. Dus ik denk, nou, ik doe het in een beeld, past ook bij mij.
En toen zo ineens dacht ik, ja, ik ga allemaal maken in de vorm van een cartoon. Nou, dus zo, zoals het is geworden. Ja, oké. Okay. Ja, dat als jij een cartoon van jezelf zou moeten maken. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Een hele goede. Wat zal erop staan? Ik zou mezelf dus opzetten met een brede glimlach. Want ik, eigenlijk altijd, ik ben altijd wel een, ik heb wel een, ja, een, oh, ik sta altijd positief tegenover dingen, dus met een glimlach zou ik het doen. Van oor tot oor. Ja, wel ja. Niet overdreven, hè? Dat is toch een oor bij een cartoon. Oor bij een cartoon. En ik zal er zeker op de achtergrond zetten dat ik aan het werk ben in de tuin. Ja. Want dat is je hobby. Dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. En als opa zijn er de kleinkinderen, dus ik zou er ook wat kleinkinderen, of de opa van kleinkinderen, erin verwerken. Oké. Okay. En nou, weet ik niet of het storm gaat lopen, hè? Oh, dat hoeft ook helemaal niet. Maar wat ga je dan doen? Want je hebt nou niks meer te doen. Oh, we hebben de beentjes op tafel. Nee, we doen naar fitness. Dus met twee keer in de week een club gaan we naar de sport toe. Oh. Nou, ook gezellig. Nou, we hebben een tuin en ik heb voorjaar straks en we gaan met fietsen. Gaan we z'n tweeën fietsen of een keer wat weg. Ja. Nou, we vermaken ons wel. Ja. Ja. En ik maak er zelf wel ook wel wat tekeningen gewoon voor mezelf tussendoor. Wat ik ook leuk vind. En misschien pak ik het schilderen wel weer op. Ik ben vroeger begonnen met schilderen. Schilderijen gemaakt. En, zien we dat terug hier in huis? Schilderijen dat die jij gemaakt hebt? Dat zie je terug in huis. En het kan best zijn dat ik het straks weer lekker oppak. Heb ik alle tijd en alle rust. En jongens, wat is nou mooier dan in de wintermaanden om eens lekker rustig te gaan zitten. Ja. De radio aan, relax. Nou, er hoeft niks. Nee. Hoeft niks, alles mag. Hoeft niks, alles mag. Nou. Vertel maar, hè. Zal ik mijn verhaal eens doen? Kan dat erbij op? Ja. Nou, dat was, dus gisteren hadden we dus afscheid. En collega's die hebben allemaal wat dingen voor je bedacht. Toen moesten wij met alle collega's, kinderen en kleinkinderen, in de tekenlokaal. Ik kreeg een workshop. En dan moesten we allemaal, kregen we allemaal zo'n klein vierkantje. En dan moesten we kriebeltjes opmaken. Gewoon dingen, kriebeltjes voor jezelf. Wat je leuk vindt, zwart-wit. Iedereen maakte wat. Allemaal een nummer. Nummertjes achter. Nou, dan was je een half uur bezig. Iedereen maakte kriebeltjes. En toen moest je het opplakken. Precies op het goede nummer. En je ging het opplakken. En wat zag je dan? Komt zo ineens. Komt je hoofd naar voren. Dat hebben ze schitterend gedaan. Hè? Fantastisch. Ja, dat is echt een blijvende herinnering. Nou. Een van de eerste schilderijen die ik heb gemaakt, dat was jaren geleden, een schilderij van mijn ouders. Mijn vader, die was toen, dacht ik, al overleden. Toen ik jaren 16 was, is hij overleden. En toen heb ik een teken of een schilderij gemaakt van mijn beide ouders. Mijn vader, die mocht graag, toen heel graag vissen. En toen, daar stond hij dus. Bij het Sultanmeer in Ruinewold was je aan het vissen. En we hadden thuis kippen. En we hadden thuis een hond. En al die ingrediënten die heb ik er toen in verwerkt in één tekening. Ja, dit was toen een aantal jaren geleden. Toen was het bij Balbrug. Ja, het laatste belang kwam naar me toe. Was namelijk zo, de oversteek bij Balbrug, die kruising, die zou dus, was te sprake van, die zou worden veranderd. En de bevolking zag graag de kruising op de manier zoals bij Hardenberg. Toen hebben ze gevraagd van, Roelof, kun je daar een tekening van maken? En daar heb ik dus helemaal de kruising dus getekend in de toekomst. Je ziet dus ook de winkels, zie je dat, de Plus en de Chinees. En hier de brandweerkazerne zie je op de tekening. En daar heb ik het verkeer erin verwerkt. En onderdoor en eroverheen. Zoals het voor ogen hadden. Dat heb een leerling voor ons gemaakt. Zo.
Het is echt een soort mozaïek. Een soort mozaïek. Gebeuren. Mooi, hè?